Lief dagboek, ondertussen ben ik al thuis, maar afgelopen week heb ik in Spanje gespendeerd samen met Flora. Superleuke ervaring die ik graag met je wil delen. Het plaatsje waar we ons bevonden heet Gabia, ligt ongeveer een uur van Alicante en Valencia vandaan. Ik mocht als vriendin mee met Flora naar het huis van haar familie daar. De eerste dag was er tijd voor grote boodschappen en het gebied verkennen. En die avond gingen we voor het eerst naar de boulevard. En het is een plek waar we ons die week wel vaker bevonden. En je kan er eerlijk uit eten, maar daarnaast zijn er super veel leuke standjes die sieraden verkochten. Het was er altijd mega gezellig. Ook zijn we een dagje naar Valencia geweest. Hier zijn we allebei ongelooflijk goed geslaagd en waren we op zijn zachtst gezegd moe na dit intensieve dagje. We vonden een superleuk authentiek plekje waar ze zonder kaart een aantal heerlijke tapas op tafel wisten neer te zetten. De sfeer was top en het eten was geweldig. We zijn ook naar La Marina geweest, dat is ongeveer 20 minuutjes van ons huis vandaan. Het is een leuke shopping mall, is ook top voor shoppen. In ieder geval een heel erg grappig Amerikaans tentje, waar we overigens niet hebben gegeten, want daar gaat natuurlijk niks boven, gewoon de echte Spaanse tapas. Natuurlijk kon je ons ook geregeld aan het strand vinden. Er was een geweldig mooi strand genaamd Granadella. Het is meerdere keren uitgeroepen tot de mooiste strand van Spanje, dus dat is echt dan wel wat. Je bevond je in een kloof van twee rotsen en het gaf een heel gaaf effect. Het is een heel gunstig chill dagje. Ja, daarnaast was er ook een heel fijn zandstrand. En over het algemeen ligt het net iets wat comfortabeler. Dat ik van chocola hou is een understatement. En daarom kon een bezoekje aan de fabriek van Balor ook niet achterblijven. Want we waren even wat churros gaan eten bij een Balor café. We hadden net iets verkeerd ingeschat met hoeveelheden en het kwam erop neer dat iedereen er 4 had en ik 9. Ik was er daarna aardig kapot van. Ik had zeker een aantal spiegelneigingen, maar ik kon het goed binnenhouden. Ja, je moet het ervoor over hebben. Nou, dit waren wat hoogtepunten van mijn vakantie naar Spanje. Ik ga snel naar Frankrijk en ik hoop daar weer wat over te kunnen schrijven. Groetjes, Evie.